kwam ik uiteindelijk introverts, hoe heb jij er eigenlijk van gezien? Ja, jammer. Ik denk dat we nog wel de kans hadden gehad om gelijk zo uit te schilderen. Ja, het is een beetje knullig hoe je op achterstand komt en een eigen goal maakt. Ja, dat is het leukste wat er is, maar ja, ik denk dat we goed hebben gespeeld en dat we zien waar de kansen liggen op tegen nummer 3 van de wereld. En dan ook nog een team waar dan eigenlijk 10 spelers uit één team komen die dus heel veel automatisme in het team hebben. Dat maakt het niet makkelijk. Nee, dat maakt het zeker niet makkelijk. Je ziet ook dat ze op elkaar in zijn gespeeld en eigenlijk in een overslag weten ze, hey, is dat een dieptebal of is dat een bal in de voeten. En, ja, dat merk je wel, maar dat wil niet zeggen dat wij ook als speler bij andere clubs, dat wij niet een team en een collectief zijn. Ja. Een heel mooie ambiance in het stadion, dat is al een voorproefje voor het EK. Dat moet durven doen als team. Ja, ik zou het begin al een beetje schor te worden, want ik moest aardig volume in mijn stem brengen. En aan de ene kant is dat goed, want dan merk je dat het publiek achter je staat en dat hebben we nodig. Aan de andere kant maakt het voor ons wel wat moeilijk om te communiceren, maar het is alleen maar geweldig dat het zo voor mij er is. Uiteindelijk speel je vandaag tegen een van de favorieten van het toernooi waarschijnlijk. Komende dinsdag gaat het tegen IJsland ook een serieus waargemeente. Maar hier wordt Oranje wel sterk. Zeker, van deze wedstrijd word je sterk. En we gaan morgen de directe wedstrijd analyseren en kijken waar we beter in moeten worden. En we beter ook zullen er vast zijn. En ik denk dat we grote stappen hebben gemaakt en dat we tegen de Frankrijk kunnen verwachten. Als jullie een groep zien met Denemarken, Noorwegen, België, dat is misschien niet een uitgesproken favoriet, maar jullie beginnen wel met Daniel tegen Noorwegen. De moeilijkste wedstrijd waarschijnlijk wel van allemaal. Ja, ik denk dat wij aan elkaar gewaagd zijn met alle landen. Dan maakt het wel lekker spannend en dan weet je dat je drie keer vol aan de bak moet. En dat is alleen maar goed voor ons. De laatste vraag, wat is de ambitie van dit land? Hoe ver willen we uiteraard nou, mijn droom is de finale, maar laten we eerst de groepsfase doorkomen en dan kijken wat de loting is. En dan gaan we kijken hoe ver we kunnen komen. Oké, wens ik je veel succes. Dank en we zien ons dinsdag. Dank je.